Excelsior Maassluis en IJsselmeervogels kunnen het seizoen rustig uitspelen. Er staat weinig meer op het spel en Excelsior denkt hier op 1-0 te komen. Maar het doelpunt wordt afgekeurd. Het is buitenspel. Het is moeilijk te zien, maar hij staat achter de verdediging. Daar komt hij er helemaal achter vandaan. Daar komt hij los. En volgens mij is het Daan Blij die daar zijn doelpunt afgekeurd ziet. Moro namens IJsselmeervogels dat veel spelers mist met blessures. Goede loopactie is van Barry Powell. En Olijfveld is vrij voor het doel. En die kan de 1-0 maken voor IJsselmeervogels. Dat gebeurt in minuut 6. En het gebeurt niet zo vaak dat Excelsior Maassluis een tegendoelpunt krijgt. De ploeg verloor dit seizoen pas 1 keer. Heeft de minst gepasseerde defensie. Maar scoort ook heel moeilijk. Vaak is het zo tegen Excelsior. Als je scoort, dan verlies je niet. Als je er een tegen krijgt, win je niet. Maar Excelsior scoort hier Kevin Derks. En dat is een hoogst ongelukkig doelpunt vanuit het perspectief van IJsselmeervogels. Want Van Nijenhorst denkt hier, ik onderschep die bal op Van den Berg. En die kopt een pardoes voor de voeten van Kevin Derks. En die passeert Raymond van Emmerik, de 37-jarige vervanger van de geblesseerde Jamie Schapen. Moreno namens Excelsior, die mag heel ver komen. Moreno en dan de goede redding van die invaller doelman. Op de inzet van Vincent van den Berg. 1-1 de ruststand. Olijfveld namens IJsselmeervogels. Bal niet goed weggekopt. Van der Laar probeert het maar eens. Maar Van Leeuwen heeft hem. En Kruithof ruimt op voor Excelsior Maassluis. Het blijft 1-1. Leushuis en Rijsdijk delen de punten.